Weekoverzicht van 18 tot en met 22 november. In het Instituut voor Beeld en Geluid is Giro 555 vandaag flink aan de slag gegaan met het binnenhalen van donaties voor de slachtoffers in de Filipijnen. Ook bekend Nederland draagt een steentje bij. Vanmiddag was de tussenstand 9.920.653 euro. De Klimopschool is een school in Hilversum voor kinderen met een verstandelijke beperking. Zij beginnen als eerste school van Nederland met de Geef me de Vijf methode. Wij spraken hierover met juf Nicole. Waarom gaan jullie met dit principe werken? We denken dat het principe zijn naam of zijn eer bewezen heeft. Het is gewoon hartstikke duidelijk en het geeft onze kinderen allemaal de duidelijkheid op al die onderdelen, waardoor ze weten van oké, wat moet ik doen, met wie, wanneer. En daardoor geeft het hun rust in hun hoofd en daardoor kunnen ze tot leren komen. Dus je ziet ook gewoon betere leerresultaten bij de leerlingen. En waarom zijn deze principes zo goed te gebruiken? Net als ik al zei, het geeft niet, net als je zelf stel, je zit bij de tandarts en je hebt geen idee van hoe lang je daar moet zitten bij de tandarts. Dat je denkt, dit gaat misschien een uur of een jaar of weet ik hoe lang duren. Maar als je weet, het duurt 5 minuten, dan is het heel goed te handelen. Dus dat is voor onze kinderen ook. Als het maar duidelijk is, hoe lang en met wie en wanneer, dan geeft hun dat rust. En daardoor kun je dan verder tot ontwikkeling komen. Hoe gaan jullie deze principes uitvoeren? Dat doen we gewoon de hele dag door in ons, al het handelen, alles wat we doen. Dus je begint 's ochtends met je les, wat gaan we vandaag doen, maar ook wat gaan we deze week doen. Wie gaat het doen, wie doet welk werk, wanneer doen we dat, wanneer doen we wat. Dus dat is gewoon echt je pedagogische aanpak de hele dag door. Hoe trots zijn jullie dat jullie het eerste school zijn met dit certificaat? Ja, super trots, want het is natuurlijk echt een principe zoals Colette zei, van het spreidt zich uit als een olievlek. Heel veel boeken zijn inmiddels al vertaald in het Russisch, Hongaars, Engels, Duits. En dan de Nederlandse de primeur te hebben, of de eerste te zijn. En vinden we geweldig. Maar ook gewoon omdat we daar helemaal achter staan. Ik bedoel, ook als dat niet zo was, deden wij het ook. Want we denken dat het gewoon werkt. Actiebladslag is weer begonnen. Albert van Essert legt uit wat actiebladslag precies inhoudt. Actiebladslag is een jaarlijks terugkomend iets. Dat wordt al het blad van de bestrating en uit de beplanting opgeruimd in de gemeente Hilversum. Wij werken voor de gemeente Hilversum. Als stadsbeheerservice onderhouden we de openbare ruimte. En daar valt ook de actiebladslag onder. En dat is met name om de wegen goed vrij te houden van blad. Gevaarlijke situaties voorkomen met gladheid in bochten. Een goede waterafgang. We hebben zo'n 8 weken de tijd om heel Hilversum bladvrij te maken. En we zitten nu een beetje op de helft. We zijn 4 weken onderweg. En dit is een stukje Hilversum Noord waar we nu bezig zijn. En dan gaan we weer aan de andere kant beginnen in Zuid-Hilversum. En dan sweepen we de gemeente nogmaals helemaal schoon. Wat lastig is aan de bladslag is de parkeerdruk. Je ziet zelf een enorm veel auto's. En daar moet het blad onder vandaan. En dat is gewoon heel lastig werken. Mensen moeten helemaal onder de auto's kruipen om het helemaal goed schoon te krijgen. Want ja, dat moet natuurlijk ook weg. En dat is het vervelende aan de bladslag. Voor de rest is het een heel leuk werk natuurlijk. Wij waren vandaag bij de voedselbank Gooi en Omstreken. Waar Elissa Nui druk in de weer was voor de voedselbank. Wij zijn hier cadeautjes in aan het pakken van de Sinterklaasbank. En die zijn voor de kinderen van de voedselbank Gooi en Omstreken. En dat doen we samen met allemaal leerlingen van de middelbare school De Erfgooiers. En die helpen ons daarbij. We gaan nu voor het 6e jaar en we zijn begonnen met 55 kinderen en we gaan dit jaar al over de 3000 kinderen heen. Dus we zijn enorm explosief aan het groeien. Nou, wij kopen de cadeautjes in. Wij werken alleen maar met donaties. We werken ook alleen maar met vrijwilligers. En met dat geld kunnen wij dan weer wenscadeautjes kopen voor kinderen die het minder hebben. En niet een cadeautje waar de doos al af is of waar een gekoude Lego steen tussen zit. Wat wij doen, wij geven die kinderen ook een folder. Die mogen in de folder gaan snuffelen, die mogen kruisjes zetten, noem allemaal maar op. En die krijgen dan ook eindelijk een keer echt iets wat ze zelf uitgekozen hebben. Woensdag 20 november analyseerden 125 leerlingen op het schoolplein van de kindercampus hun eigen poep. Dit was de kick-off van het thema van Serious Request over het gebrek aan hygiëne in de wereld. Het stond allemaal onder leiding van 3FM-dj Gerard Ekdom. Rondom dit thema is een nieuw online lesprogramma ontwikkeld door Kennisnet en NTR SchoolTV. We kijken vaak naar actuele onderwerpen en hoe kun je dat nou met ICT leuk in de les brengen. En we zagen nu dit onderwerp van Serious Request en dachten dat is eigenlijk een heel mooi thema
wat kinderen aanspreekt, hè? Poepen en plassen. En hoe kun je dat op een leuke manier verbeelden? En dat kan natuurlijk fantastisch met allerlei internetprogramma's. We doen het samen met School TV NTR. Uiteraard met Serious Request, 3FM en het Rode Kruis. 1700 klassen, 30.000 leerlingen die daar mee gaan doen. Wordt ongetwijfeld nog meer. Dus ja, het wordt een hele massale gebeurtenis. Wat we natuurlijk eigenlijk tweeledig proberen te doen. Aan de ene kant is natuurlijk leerlingen in het basisschool op een hele leuke creatieve wijze te leren, laten leren over de gevolgen van diarree. En tegelijkertijd aan de juf en meesters laten zien hoe leuk het is om met ICT te werken in de klas. En waarom in Hilversum? Omdat dit een school was die heel graag mee wilde doen. Die had zichzelf aangemeld en toen dachten we van nou ja, het is hartstikke leuk om hier de opnames te maken. Prachtig schoolgebouw, leuke kinderen. Nou, de kinderen vinden het heel erg spannend en heel erg leuk om hier aan mee te doen. Ze zijn zich ook heel erg bewust van alle acties die er gevoerd gaan worden en ze willen graag meedenken en meehelpen. Kinderen sterven door diarree, dat is het doel. En dat doen wij in samenwerking met het Rode Kruis. We kregen schokkende cijfers te zien. 800.000 doden per jaar. Dat is er één per minuut. En diarree, weet je, iets waar wij in Nederland scheid aan hebben, letterlijk en figuurlijk. Daar gaan daar mensen dood aan. In Zuidoost-Azië, in delen van Afrika. Wegens geen medicatie, geen hygiëne, dus geen zeep. Geen schoon drinkwater en geen schone wc's. Daar gaan kinderen dood aan. Nou, dat is een ramp. Kijk, het is heel belangrijk dat je bewust wordt van zaken. Kijk, kinderen moeten gewoon, als je naar de wc gaat, bij ons heel logisch. Je gaat even naar de wc, je was er naar je handen. Zo niet, dan ben je een fietsbuik. Maar in bepaalde delen van de wereld is er gewoon geen schone wc of wat dan ook. Niet alleen medicatie en dergelijke, maar ook gewoon bewustwording. Mensen vertellen hoe het zit, waar komt die ziekte vandaan. Zoals het hier gaat is het heel leuk. Het is 30 dicties. Ik heb nooit zoveel dicties op één rij gezien. Water, zeep, hygiëne, heel belangrijk. En dus voorlichting. En voorlichting is in deze het misschien wel het allerbelangrijkste. In Theater Gooiland was op 21 november de Vind je Match beursvloer. Burgemeester Pieter Broertjes zorgde voor de opening. Nou, het is een maatschappelijke beursvloer. Dat houdt in dat alle matches ten dienste staan van de samenleving, van de Hilversumse samenleving. Dus het gaat niet over harde pegels vandaag. Er worden ook geen euro's uitgewisseld. Het gaat erom dat mensen dat wat ze hebben in de aanbieding, handen, kennis of bijvoorbeeld vergaderruimte of meubilair wat ze over hebben omdat ze inkrimpen of gaan flexwerken, dat ze dat aanbieden. Maar het is ook de bedoeling dat ze er wat voor terugkrijgen. We hebben 5 verschillende hoeken. We hebben hier de muntenhoek. Daar wordt eigenlijk advies gegeven over subsidie en fondsenaanvraag. We hebben daar de hoek activiteiten en evenementen. Dat is voor mensen die dus een aanbieding of een vraag hebben voor een activiteit. Dan hebben we daar in de hoek hebben we de kennis en kunde. Kennis en kunde, nou het zegt het al, eigenlijk advies geven, kennis overbrengen. Dan hebben we achter in de hoek hebben we handen uit de mouwen. Nou, dat zijn mensen die bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil best een keer schilderen. Of de stoelen moeten bij ons een keer gerepareerd worden. En dan hebben we als laatste hebben we de middelen en de faciliteiten. Nou, dat zegt het al. Stel een bedrijf wisselt van computers. Zeg, ja, we hebben heel veel computers over. Die willen we best doneren of weggeven. Ik ben hier matchmaker. Dat betekent dat ik probeer een relatie te leggen tussen de vragers en de aanbieders van activiteiten. Ik heb zelf een workshop rollatordans in de aanbieding. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een vergaderruimte in de aanbieding. Een kop koffie en een kopje soep voor de mensen die heel hard bij ons komen werken. We hebben een hok voor een schaap nodig. En daar hebben we al een match voor. En als tegenprestatie geven wij een high tea. En op dit moment hebben we geteld 23. Het gaat boven mijn verwachting, want ik dacht dat ik het laatste half uurtje heel druk zou krijgen, maar het is druk genoeg al. Ja, ja.